doodgevonden in Sloot-Ruischerwaard. Rustige jaarwisseling voor politie en ziekenhuizen. Maar de brandweer heeft het druk en komt 300 keer in actie. En veel animo voor Nieuwjaarsduik Delfzijl. In een sloot in Ruischerwaard aan de rand van de stad Groningen is vanmiddag een dode man gevonden. Een voorbijganger zag het lichaam in het water liggen en waarschuwde de politie. De omgeving is meteen afgezet en er is een groot onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat. De identiteit van het slachtoffer is onbekend. De jaarwisseling in onze provincie is relatief rustig verlopen. De politie arresteerde 15 mensen, onder meer voor geweld tegen agenten. Traditiegetrouw had de brandweer het druk met buitenbranden en vreugdevuren. In de ziekenhuizen moesten enkele tientallen mensen worden behandeld. Gelukkig nieuwjaar! In de stad Groningenwijk Vinkhuizen moest de ME eraan te pas komen om de gemoederen te bedaren. Daar hebben we met een heel flexibel team van ons hebben we toch dat in de kiem kunnen smoren. Ja, en voor de rest, helaas, is er toch ook wel weer vrij veel geweld gebruikt tegen mensen van ons. 7 daders van geweld tegen agenten zijn opgepakt. Het aantal meldingen bij de politie is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Ik denk wel dat het weer dit keer ons een beetje heeft geholpen. Iets minder meldingen zijn geweest, maar toch desalniettemin behoorlijk druk. Heel veel meldingen toch wel. Ja, en daardoor ook veel mensen op de been bij ons. De brandweer moest bijna 300 keer optreden. Deze keer konden de brandweerlieden ongehinderd hun werk doen. Nu was een nieuw beleid deze jaarwisseling. De brandweer zou buitenbranden niet eerder blussen dan dat de politie daar was. Is daar gebruik van gemaakt? Nou, we treden inderdaad op mits onze veiligheid gegarandeerd is. Als dat niet het geval is, en dat gebeurt af en toe tijdens oud en nieuw, dan schakelen we inderdaad assistentie van politie in. Dat is ook afgelopen nacht een aantal keer gebeurd, maar dat heeft gelukkig niet geleid tot extreme situaties. Dus in die zin hebben wij veilig kunnen werken en is er ook geen sprake geweest van geweld tegen onze collega's. Het UMCG had het vooral druk met gewonden van een auto-ongeluk in het Friese Raard. Uit onze provincie werden vooral vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Met name aangezicht en ogen. Niet het hele grote letsel? Gelukkig niet, nee. Geen vingers weg en dat soort dingen? Nee, gelukkig voor de patiënten zitten alle vingers er nog aan. Een felle uitslaande brand heeft vanmorgen een leegstaande 2-onder-1 kapwoning aan de Kerkstraat in Hogezand zwaar beschadigd. Het pand is eigendom van woningcorporatie Steelande in Groningen. Er waren plannen om een hospice in de woning te vestigen, maar daarover was nog geen definitief besluit genomen. De brand brak uit rond 5:30. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het pand al in lichte laaien. De brand sloeg eruit. Wij hebben ons volledig ingezet op beide zijkanten, zodat de brand niet oversloeg naar naastgelegen panden. Dat is gelukt. Alleen het woonhuis is volledig in brand. De brandweer was met veel mensen en materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. We hadden onze hoogste prioriteit dat de brand niet over zou slaan naar de naastgelegen panden. En dan hebben we extra materieel nodig om dat te kunnen behouden. Dat is gelukt. De schade aan de woning is groot. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Gelukkig nieuwjaar! De jaarwisseling is in Haren gemoedelijk verlopen. Met een Facebook-rellen nog in het achterhoofd gaf de gemeente vorige week aan extra waakzaam te zullen zijn tijdens oud en nieuw. Op oudjaarsdag waren in het dorp nog wel 2 containerbranden, maar na 12 was de sfeer gezellig. Een beetje nat worden maakt niet uit, maar we gaan goed het jaar in, zo vind ik. De regen weerhield de Harenaars er niet van om veel vuurwerk af te steken. Voor hoeveel geld is de lucht ingegaan? 85 euro, ja. Dat is een rip uit mijn lijf. Allemaal van die knallen en pijlen. Dat is heel leuk. Ik vind de pijlen wel mooi. Waarom zijn die mooi? Gewoon dat kan je overal goed zien. Vooral veel siervuurwerk, hè? Ja, vind ik wel mooi. Mooier dan de knallen allemaal. Het is heel koud. Ik heb hele koude voeten ook. Honderden Groningers zijn vanmiddag naar Delfzijl gekomen om mee te doen aan de nieuwjaarsduik in de Eems. Maar ondanks het lekkere zonnetje blijft het januari. Koud. Echt heel koud, maar goed. Zin in? Ja. Het klinkt ook moeilijk. Ja, ook. Ja, we hebben het vorig jaar ook gedaan, niet hier, maar in Drachten. Maar toen was het ook verrekte koud en ik denk dat het dit jaar weer verrekte koud gaat worden. De watertemperatuur van 7 graden schrikt de zwemmers niet af.
Zelfs niet als ze veel warmere temperaturen gewend zijn, zoals Diego uit Chili en zijn vriendin Suzanne. I think it's very crazy because it's very cold. In my country summer, so it's a very good experience. Waarom heb je hem hier mee naartoe genomen? Want dit is natuurlijk de mooiste ervaring wat je kan hebben als je altijd nieuwjaar viert in de zomer. En dan nu met 7 graden de zee in springen, mooie ervaring is er natuurlijk niet. Velen verschijnen jaar na jaar aan de start. Ja, frisse start van het nieuwe jaar. Hoort erbij. Ik wacht eigenlijk nog op mijn grote vriend Klaas uit Spanje, maar ik ben toch bang dat hij het niet aandurft. Niet opret, nee. Het weer zou slecht worden, maar als we hadden geweten dat het mooi weer was, hadden we ook meegedaan. Oh, verschrikkelijk, echt. Lekker koud, hè? Tussen 350 en 400 deelnemers wat echt het water in ging. En qua publiek was het heel wat meer. Is dat naar wens? Boven verwachting, dus compliment aan alle deelnemers. Na afloop konden de zwemmers opwarmen met een kopje snert. Vanavond en vannacht zijn er nog een paar buien, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt 4 graden. Morgen begint droog met af en toe wat zon. Later in de middag komt er meer bewolking en af en toe wat regen. Met een matige tot vrij krachtige wind wordt het 7 of 8 graden. Ook 's avonds en 's nachts zijn er buien. Donderdag begint grijs met wat regen. Later op de dag wordt het droger en volgt af en toe wat zon. Het wordt een graad of 11. 's nachts zijn er opklaringen en wordt het 7 graden. Vrijdag is het opnieuw bewolkt en wordt het 10 graden. Ook in het weekend is er veel bewolking, maar blijft het droog met een graad of 9.